PVV-leider Geert Wilders draagt oud-PVDA-minister Ronald Plasterk voor als de nieuwe verkenner voor de formatie. PVV-senator Gom van Strien die legde nog voor het eerste gesprek zijn opdracht neer na beschuldigingen van fraude. Nou, een gedroomde start van de formatie is dat zeker niet. Daar gaan we over praten met politiek verslaggever Mats Akkerman en oud-informateur en VVD-prominent Uri Rosenthal. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Mats, Wilders zei vanmiddag dat het iemand met meer afstand tot de politiek zou moeten zijn, de nieuwe verkenner. Nou ja, dat kun je wel zeggen van Plasterk. Ja, want hij is sinds 2017 uit de landelijke politiek vertrokken, dus hij is al een tijdje weg. Ja. Maar hij voldoet ook aan een andere vereiste voor die verkennersrol, namelijk dat hij wel weet hoe de politiek werkt. Hij is minister van Onderwijs geweest, daarna 2 jaar Kamerlid en in Rutte 2 vervolgens ook nog minister van Binnenlandse Zaken. Maar inmiddels is hij bijzonder hoogleraar aan de UvA en columnist, waarin hij zich toch nog wel een beetje tegen de actieve politiek aanbemoeid. Bij de favoriete krant van Geert Wilders, namelijk de Telegraaf. En dus ook wel opvallend, niet iemand van de partij van Geert Wilders, niet van de PVV. Dus Wilders hoopt dat hij daarmee acceptabel is voor alle andere partijen. En toen dit nieuws bekend werd, snorden wij meteen de laatste column van Plasterk op in de Telegraaf. Die was van de dag na de verkiezingen. Wat schrijft hij? Ja, hij schrijft: wat moet er nu gebeuren? Dat is geen moeilijke vraag. Er moet recht worden gedaan aan de verkiezingsuitslag. De winnaars zijn PVV, NSC en BBB. En weliswaar verliezer, maar nog steeds groot, is er de VVD. Samen hebben ze een ruime meerderheid en veel gemeenschappelijke programmapunten. En dan schrijft hij verderop als laatste zin: de formatie is niet enorm ingewikkeld en hoeft niet heel lang te duren. Nou, dus dat klinkt als een goede inzet. Pak maar een string erom voor de kerst ingepakt. Hoppa. Uri Rosenthal, bent u ook fan van de columns van Ronald Plasterk? Jazeker. Ja. Het is wel mooi dat deze... hij is eigenlijk een van mijn favoriete columnisten. Kijk, binnen de Telegraaf. Ja. Kijk, want u stelde zelf namelijk voormalig SGP-leider Kees van der Staaij voor als verkenner. Maar past uw favoriete columnist dan ook binnen het profiel van de verkenner? Dat denk ik wel. Zoals er net werd gezegd, hij staat toch echt wel nu op afstand van de politiek. Kent het politieke wereldje wel heel goed. Mm-hmm. En is ook creatief en innovatief. En dat is best goed te gebruiken in deze situatie. Ja, maar meneer Rosenthal, u staat ook op dit moment met een afstand van de politiek. Als u hadden gevraagd, had u dan ja gezegd? Nee, dat had ik denk ik niet gedaan, omdat ik wat dat betreft toch op een iets andere manier nog wat met die politiek ook van doen heb. En ik zou het op dit ogenblik niet meteen doen. Ik zou daar niet ja op zeggen, denk ik. Oké. Okay. Nee. Mats, Ronald Plasterk schrijft in zijn column dat het dus heel makkelijk is. PVV, NSC, BBB en VVD. Ja, hoe reëel is dat? Ja, vrijdag zei VVD-leider Dylan Jessicus: nou, we gaan niet de coalitie in, we willen wel eventueel een rechtskabinet gedogen. Ja, dat heeft toch wel wat losgemaakt, want we zagen bijvoorbeeld zondag ook in die Telegraaf Halbe Zijlstra en Hans Hogevorst, oud-VVD-ministers, die zeggen: ja, je moet wel met de PVV gaan praten. Maar we zagen ook vandaag oud-partijleider van de VVD Ed Nijpels bij Sven op 1 zeggen: nou, je moet niks uitsluiten behalve een coalitie met de PVV. Dus in de achterban is er verdeeldheid. En demissionair premier Rutte heeft er vandaag nog over gezegd, natuurlijk, dat hij de lijn van de partijleider Dylan Jessicus steunt. Dat had ik niet anders verwacht. Maar je ziet dus dat binnen de VVD-achterban probeert iedereen wel even zich te laten horen op dit moment. Nou, over prominenten binnen de VVD gesproken. Uri Rosenthal, wat vindt u er eigenlijk van dat de prominenten zich van zich laten horen in dit proces? Ja, dat hoor ik en dat is prima bij een volwassen partijen. Wordt altijd gepraat over discussie die er niet zou zijn. Nou, die is er dus kennelijk. Maar waar ik vooral nu even naar kijk, is toch een beetje daarbovenover de gang van zaken rond deze formatie. Mm-hmm. En dan moet ik zeggen dat ik de allereerste start van die formatie niet erg gelukkig vind met die aanwijzing in eerste instantie van van meneer Van Strien. Dat is natuurlijk nu alweer historie, maar het geeft toch wel te denken. En waar ik vooral een beetje zorgen over had en toch eigenlijk nog wel heb, is dat die formatie pas in een aantal jaren nu echt in handen van de Tweede Kamer is. En dat nog zich helemaal moet zetten, kennelijk. Dat is ook niet verwonderlijk, want
Vele tientallen jaren is die formatie vooral toch ook erin geweest waarbij de koningin en de koning een belangrijke rol hebben gespeeld. Nu is het die Tweede Kamer. En dan zou je toch zeggen, laat die Tweede Kamer dan ook echt de regie nemen en strak erop zitten. En dat hebben ze al eigenlijk laten lopen in 2021... met dat drama van die verkenning toen. Ja. He, met als dieptepunt de functie elders op die foto. En nu speelt dat weer. Dus ik hoop er vooral op dat de Tweede Kamer nu echt strak erop zit. En met die aanwijzing nu van, vermoedelijke aanwijzing morgen van Ronald Plasterk, denk ik dat ze in elk geval de beginnersfouten die er zijn gemaakt ook nu weer, dat ze die gelukkig herstellen. Oké. En Mats, zo'n valse start voor de formatie, wat zegt Wilders daar zelf over? Ja, nou, net als meneer Rosenthal is ook Geert Wilders zelf niet zo blij met deze valse start. Hè. Hij zei vanochtend, dit is niet waar je op hoopt. Je hoopt dat het meteen goed gaat. Dit is niet mijn droomstart. Ja, en die beschuldigingen aan het adres van Gom van Strien. Wilders zei dat hij daar niet van op de hoogte was. Nee, ik wist helemaal van niets. Dus pas vlak voor de eerste publicatie. Ik geloof trouwens, als iemand zegt dat hij onschuldig is, hij is ook niet vervolgd of veroordeeld. Maar ik had het natuurlijk wel moeten weten. En uiteindelijk, als er vandaag weer opnieuw publicaties komen, moet je met elkaar concluderen, dat hebben we ook allebei gedaan, dat je daar beter mee op kan houden, anders ben je de hele week niet bezig met verkennen, maar met het terugkoppen van alle ballen die de pers op hem. Ja, hij wilde overigens niet ook echt op de zaak ingaan, maar hij zegt, ja, dan wordt alleen maar over de beschuldigingen gepraat en niet meer over de verkenning. Dat moet je juist in rust kunnen doen. We wisten toen nog niet dat het om Plasterk zou gaan, maar hij hoopte in ieder geval dat met een nieuwe verkenner het proces beter kan worden hervat. Ik ben positief gestemd. Ik ben nu bezig om een andere verkenner te benaderen en te kijken of de collega's die persoon kunnen dragen. En als dat zo is, dan inderdaad hadden we liever een andere start gehad, zeker. Want ik had liever dat het niet was gebeurd. Maar ik hoop dat we morgen snel verder kunnen. Ja, en dan morgen om 11 uur komen de fractievoorzitters dus opnieuw bij elkaar met Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp om dit officieel te bekrachtigen, deze verkenner. Ja, de tijdlijn blijft dan hetzelfde. Want 5 december, volgende week dinsdag, moet er een eindverslag liggen. Dus Plasterk moet hetzelfde werk doen in iets minder tijd. Ja, een dagje minder heeft hij dan, zou hij hebben. En Uri Rosenthal, ja, had Wilders dit moeten checken? Is dit een beetje bestuurlijke onervarenheid of kan dit iedere partij overkomen? Mijn antwoord is heel duidelijk. Dit had hij kunnen en moeten voorkomen. Het vergt simpelweg, je moet screenen. En het geeft natuurlijk, ik hoop, dus echt van ganse harte, want niemand is gebaat met nog meer van dit soort ongelukken. Ik hoop van ganse harte dat hij zijn 36 fractiegenoten wel ordentelijk gescreend heeft. Mm. Zodat we daarin ook van geen vervelende verrassingen krijgen. Ja, wat levert deze gang van zaken nog schade op voor de rest van het formatieproces? Ik denk dat Wilders zich met het naar boven halen ineens uit de vijver vissen van de vis Plasterk, dat hij zich daarmee eigenlijk wel, hoop ik, een beetje revancheert. Maar het geeft wel aan dat überhaupt het screenen van mensen voor belangrijke posities cruciaal is. Ik ben ook erg geporteerd voor hele strakke screening van toekomstige bewindspersonen. En het zal er niet minder op zijn wanneer bijvoorbeeld ook, waar bijvoorbeeld Pieter Omtzigt weer naartoe gaat, het idee nog steeds zou bestaan van zogeheten vakministers. Hm. Ook daar geldt dat screenen van politici die in verantwoordelijke posities terechtkomen, verkenner, informateur straks, bewindspersonen, Kamerleden. Het is vandaag de dag meer dan ooit van cruciaal belang. Ja. En hoe kan het beter gaan in die formatie de komende tijd, tot Sinterklaas, tot 5 december? Nou, een van de punten die door een evaluatiecommissie in 2001, na aanleiding van 2021 naar voren zijn gebracht, is bijvoorbeeld strakke termijnen voor de formatie. Dus dat is nu vastgelegd voor de verkenning. 6 december verslag en dan aanwijzing van 1 of meer informateurs met ook meteen een specifieke opdracht. En dan vervolgens zou ik ook zeggen, zet dan ook die informateurs op termijnen. Dat wil zeggen dat ze op zijn minst in het
telkens binnen een aantal weken verslag uitbrengen aan de Kamer, die dan ook een oordeel kan vellen over de vraag of die informateur door kan, of dat hij beter het stokje aan een ander kan overgeven. Ja, meer regie van de Kamer dus. Mats, gaat het nog meespelen eigenlijk dat Ronald Plasterk een PvdA'er is? Nou ja, in zijn columns neemt hij wel vaak duidelijke afstand van de PvdA. Dus dat maakt hem wel een soort van onafhankelijk. Hij was ook niet zo'n fan van die samenwerking met GroenLinks. Ja, en nog wel een opvallende uitspraak die hij heeft gedaan een aantal jaar geleden over Frans Timmermans. Toen zaten ze samen in de Tweede Kamer. En toen kreeg Frans Timmermans niet de portefeuille die hij wilde, buitenland. En toen heeft hij heeft gezegd over Frans Timmermans, toen heeft hij een half jaar gewoon helemaal niks gedaan. Nou, Frans Timmermans heeft dat tijdens deze campagne nog ontkracht. Oh. Maar die mogen dus ook gezellig met elkaar op de koffie. Dus met in ieder geval nog één ding samen te bespreken. Dank voor nu, oud-informateur en VVD-prominent Uri Rosenthal, politiek verslaggever Mats Akkerman. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.